zoals jullie vandaag gespeeld hebben, was dat ook het plan wat jij vooraf uitgetekend had? Nou ja, niet ik, wij, maar nee, zeker niet. Het was een opeenstapeling van foute passes vooral. Weinig rust aan de bal. En ondanks dat moet ik zeggen dat we nog best in de counter nog een paar mogelijkheden hadden die we onbenut lieten. En als die erin gaan, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. Maar aan de bal waren we erg matig, maakten veel te veel fouten. We hadden het ook moeite met hun spel om echt druk op de bal te krijgen. En dan loop je achteruit. Ja, dan wordt het gewoon heel, heel, heel lastig. Ja, maar wat zegt het dat Heerenveen in eigen huis achter RKC aan moet lopen? Nou, dat zegt zoveel dat we op dit moment gewoon in een mindere fase zitten. Wat ons spel betreft, hè, dat wij dus niet... De punten hebben we gehaald met name door de omschakeling. Hè, met snel diepte. Die mogelijkheden lagen er nu ook wel. Maar ik vond dat wij, nogmaals aan de bal brengen we gewoon veel te weinig. En dat betekent dat wij vaak de aanvallen van hun zelf inleiden door te gemakkelijk balverlies te leiden. Daar kun je bijna niet tegen voetballen. Dus we maken gewoon veel te veel fouten aan de bal. En ik vind ook in de duels dat we ook de momenten dat we echt in duel konden komen, dat we er veel te veel uitbleven. Ja, jouw aanvoerder Henk Veerman, die had het zelfs over een schandalige vertoning. Het was niet best. Ik bedoel, je kunt er allerlei zaken tegenaan gooien. Maar we hebben gewoon niet goed gespeeld. Heerenveen onwaardig. En je ziet dat we er nog lang niet zijn. Dat we echt nog een lange weg te gaan hebben. En beter moeten gaan voetballen om ervoor te zorgen dat we wat rust in het elftal krijgen. En dat is op dit moment gewoon niet aan de orde. Je kunt er allerlei woorden tegenaan gooien. Het was niet best. Maak je je wat dat betreft ook zorgen? Nou ja, goed, we hebben in ieder geval een aantal spelers die erbij komen. En dan hoop je in ieder geval dat nog een nieuwe impulsen geeft. Maar ja, dat het beter moet en snel beter moet, dat is wel duidelijk, ja. Is er helemaal geen lichtpuntje na deze wedstrijd, of dat nog wel? Nou, ik heb weinig lichtpuntjes ontdekt, moet ik eerlijk zeggen. Het was een collectief falen, maar in ieder geval collectief hebben we het gewoon af laten weten. Ik kan niet echt spelers benoemen waarvan ik zeg misschien je keeper, maar daar houdt het eigenlijk ook wel een klein beetje mee op. Ja, maar als je keeper in een thuiswedstrijd tegen RKC dan een lichtpuntje is, ja, dat vat de hele wedstrijd misschien wel samen dan? Ja, misschien. Ja, dat zou maar zo kunnen, ja. Ja, nog één vraagje. Wat vond je van de debutant Halilovic? Ja, onwennig. Dat risico hebben we ook bewust genomen. Ik denk dat hij met name ook in het druk naar voren zitten vanaf het middenveld, dat hij wat meer impulsen kan geven, maar dat hij duidelijke moeilijkheden heeft. Ja, hij heeft twee keer meegetraind, dat is een risico wat je neemt. Kijk, normaal gesproken heb je een voorbereiding in de winter en dan kun je jongen inpassen op trainingskamp, et cetera. Die tijd hebben we niet. Wanneer moet je het dan doen? Hè? Je kunt nog wel een week wachten. We hebben het nu gewoon geprobeerd en dat betekent dat we naar hem toe in ieder geval materialen hebben om te zeggen, joh, dat willen we wel graag anders en daar kun je met hem over gaan zitten. En uitstellen om hem te brengen heeft volgens mij geen zin. Nee, tot slot, heb je nog contact of inmiddels al contact gehad met trainer Johnny Jansen? Nee, dat zal vanavond eventueel nog een anders morgen vroeg. Ja, maar zou geen leuk gesprek zijn, denk ik. Nee, maar ik ga ervan uit dat we tot dezelfde conclusies komen, dat het niet best was vanavond. Dankjewel. Succes. Ja.